wel alleen maar stijgen. Tom is, staat voor Twents Ondernemers Magazine. Komt 6 keer per jaar uit. Is een, zoals wij dat noemen, een business-to-business magazine. Dus voor rechtstreeks op bedrijven gericht. Niet consumenten gericht of horeca. Maar echt een blad voor de industrie in Twente. Wij komen 6 keer per jaar uit. Dus 1 keer in de 2 maanden. En er is altijd belangstelling voor. Daar zijn we heel blij mee. Wij hebben elke keer als Tom uitkomt, dan houden wij een preview, een presentatie van het magazine. En dat doen we door heel Twente. Dit keer zijn we weer een keer in Almelo, in het Hookhoes. En daar ben ik persoonlijk blij mee als oud-Almeloer. De oplage zit onder de 10.000 stuks. En ze worden op naam, op bedrijf worden ze verstuurd. En hij gaat hier in Almelo ook wat doen, hè? Wim Heijlen is een Europese investeerder. Hij heeft in Venlo, Roosendaal, Tilburg heeft hij logistieke campussen ontwikkeld naast containerterminals. Hij is daar ooit mee begonnen in de buurt van Antwerpen. En hij heeft zijn ogen gevallen op Almelo. Hij ziet de kansen die er in Twente zijn. En de ontwikkeling die ze daar voor ogen hebben, waar op dit moment de vergunning voor in de maak is, is de grootste logistieke vastgoedontwikkeling ooit in Nederland. En die komt dus in Almelo.